Hallo, ik ben Ilias van der Lende en ik heb vandaag partij gespeeld tegen Arthur Pijpers. En die heb ik gewonnen en die ga ik nu analyseren. Nou, ik verwachtte van tevoren al dezelfde opening als dat ik tegen Lars Otes de eerste ronde had. Alleen, die had ik verloren, maar ik kwam redelijk uit de opening. Dit is nog allemaal theorie. Dit is een variant waarbij wit uiteindelijk met de H-pion snel gaat rennen en uiteindelijk probeert te gaan promoveren. En zwart die gaat dan in het centrum proberen te winnen. Dit is een nieuwe set eigenlijk, D4. Dit is niet veel gespeeld. Dit is ook wat ik tegen Lars Otes de eerste ronde deed. Arthur zei ook achteraf dat hij eigenlijk dacht dat ik dezelfde opstelling zou doen als tegen Lars. En daar had hij dus op voorbereid. Vandaar deed hij dezelfde set, H4. Achteraf gezien had hij misschien paarmaal D4 willen doen. Want paarmaal D4 dat is in principe de kritieke variant. Want als je dus pakt... Dan is loper D7 is theorie. En hier heeft wit dus eigenlijk een pion meer. Maar zwart krijgt heel veel spel met zetten zoals paard F5. En je ziet ook wel dat de D-lijn open is. En dat zwart dus wel veel spel krijgt voor de pion dat hij geofferd heeft. Dit werd dus niet gespeeld. Maar achteraf had hij dat wel willen spelen. Hij deed dus H4 net zoals Lars Otes de eerste ronde. B6 is de zet die ik niet tegen Lars deed. Maar ik deed... Loper D7, H5 en lange rokade. In principe is dit ook wel een redelijke opstelling met zwart. Alleen toen ik achteraf de partij ging analyseren was dus B6 was wel een iets fijnere zet. Vandaar dat ik dat dus ook deed. Hier had Arthur dus op voorbereid. Dus ik was wel... hij ging hier best wel lang nadenken. Dus ik was wel een beetje verrast. Uiteindelijk besloot hij om H5 te spelen. Hij had die pion toch al opgespeeld en uiteindelijk wilde hij het gewoon snel op H7 zetten, want op H4 doet hij ook vrij weinig. Ik ga door met mijn plan met loper B7, H6, lange rokade. Ik heb de pion op D4 lekker gedekt. Mijn loper op B7 staat heel sterk met die lijn van A8 naar H1. En H7, toren H8. Wit heeft natuurlijk ook wel wat met die vrijpion die heel erg gevaarlijk staat. Hier zou je misschien denken, als je eerst het moment dat je kijkt, dan zou je misschien denken dat wit heel erg goed staat, maar dat valt uiteindelijk wel mee. Hier zei Arthur dat hij echt geen idee had wat hij zou moeten doen. Want ik heb eigenlijk alles gecontroleerd. En hier deed hij koning F2. Dat is al... dat is eigenlijk geen goede zet. Maar hij zei dat hij geen zetten zag. En dat dit nog misschien zijn stelling enigszins verbeterde. Het plan met zwart hier is in principe je paard wegspelen van E7 naar G6, F5 of D5. En uiteindelijk F6 spelen. Dus ik besloot uiteindelijk paard D5 te doen. Arthur zag ook dat ik F6 wilde doen, want op F6, met ideeën met F6, maal F6 en dan E5 ook. Dat is uiteindelijk dus het idee met E5. Maar hij deed uiteindelijk toren H6 om F6 te voorkomen. Maar wat hij misschien waarschijnlijk gemist had, is dat ik F6 alsnog kon doen. Maal F6, dame F7. Het probleem hier is dat als hij... niks doet. Dan kan ik paardmaal F6 doen. En het ziet er ook... heel gevaarlijk uit met dingen zoals paard G4 uiteindelijk. Dus vandaar was hij dus... deed hij dus dame G6. Als hij dus niks deed, dan ging hij er gewoon hard af. Maar hij deed uiteindelijk dame G6. Ik deed uiteindelijk toren F8. Als je... goed kijkt, dan scheelt het uiteindelijk een tempo. Want hij moest dames ruilen en uiteindelijk heb ik dus een tempo meer. Want als ik op als ik hier op G6 had gepakt, had hij toren al G6. En dan had ik uiteindelijk op als ik toren F8 had gedaan, en had ik uiteindelijk op paard, na paardmaal F6, had ik geen paard G4 meer. Vandaar is dit dus wel een betere variant wat ik uiteindelijk deed. Hij ruilde. Hier deed hij G4. Achteraf gezien dat hij misschien G3 moeten doen. Maar hier sta ik al gewoon veel beter. Paard maal 6, loper H3, iets van koning D7. En die pion op H7 gaat er ook gewoon af. En uiteindelijk heb ik gewoon een pion meer en een veel betere stelling. Hier deed hij dus G4. Hij wilde nog een beetje actief blijven. Maar ik vond het niet zo erg. Want ik had paard maal 6, terecht paard maal G4. En ik sta gewoon lekker. Uiteindelijk, hier zat hij heel lang na te denken. Hier zat hij te kijken bijvoorbeeld naar dingen als loper H3. Ik was hier van plan torenmaal H7, torenmaal F6, torenmaal H3.
En nou, zoals je kan zien, komt hierna komt toren H2. Toren H2, koning E1. En nou hier. Toren H2. Iets met koning F1 misschien. En dan kom ik hier helemaal binnen. En als je ook nog goed kijkt naar de loper op B7, die heeft ook nog vrij veel mogelijkheden. Dus dat, Frits zegt ook dat het plus 10 staat. Dus ik geloof het wel. Hier deed hij toren half 6 na lang nadenken. Nou, ik had geen keuze. Ik moest natuurlijk slaan. En uiteindelijk deed ik hier toren G6. Ik zorg ervoor dat ik meteen dus die pion op H7 pak. En het ziet er wel gevaarlijk uit. Maar de alternatieven waren minder. Dus vandaar. Hier deed hij loper H3. Ik dacht misschien nog aan paard G3. Toren H7, loper D3. Maar hier had ik de set paard E7. Dan offer ik mijn kwaliteit weer terug. Maar zoals je kan zien is die loper op C1 en die toren op A1 die zijn eigenlijk gewoon niks waard. Want die kunnen er nooit uitkomen. En ik sta hier gewoon heel erg goed. Dus dit geloofde ik wel. Hij deed ook loper H3. Ik deed toren H7, F5. Nou, hier moest ik even lang nadenken. Want ik zat te twijfelen tussen toren H3 en toren G8. Uiteindelijk besloot ik toren G8. Maar toren H3 was achteraf misschien beter. Hier zat ik heel lang te kijken naar paard E5, G7, toren H2, of paard G4 bedoel ik, koning F1. En hier zat ik dan heel lang te kijken of het uiteindelijk mat ging of niet. Nou, het antwoord was dus nee. Maar uiteindelijk, dit was misschien beter geweest omdat je hier ook meteen toren H2 schaak hebt. En dan op koning E1 kan je gewoon loper A6 doen. Paard G3, toren G2 en op G7 gewoon terug met je paard naar E7. Maar ik wilde eigenlijk het liefst wilde ik blijven aanvallen en dit vond ik dan een beetje te traag. Dit vond ik er nog misschien een beetje gevaarlijk uitzien, maar achteraf gezien is dat niet zo. Ik deed wat volgens mij ook gewoon goed is, toren G8. Hij deed paard F4, dat was de enige set waarbij die loper op G4 of loper op H3 ook nog gedekt is en dat hij nog nou eigenlijk normaal door kan spelen. Ik deed toren al G5. Het ziet er heel gevaarlijk uit met in de penning staan. Maar het kan. Dus daarom deed ik het. Paard maal E6. Nou, op maal E6 was ik koning D8 van plan. Hij heeft nu helemaal niks. En de volgende set dan kan ik gewoon paard E5 doen. En dan sta ik gewoon heel erg goed. Dus dit was ook helemaal niks voor wit. Paard maal E6. Nou, het ziet er wel gevaarlijk uit, maar ik ging hier verdubbelen. Ik deed toren H2 schaak en hier sta ik gewoon heel erg goed. Ik deed hier paard E5. Misschien waren de betere zetten, maar dit was nou ja, volgens mij ook gewoon een hele goede set. Paard G5. Nou, hij wilde een beetje tegenspel ook nog creëren, want op toren G2 schaak heb je koning F4. En hier heb je toren maal G4, koning maal E5. Dit is, nou, achteraf gezien is dit misschien wel makkelijk speelbaar voor zwart. Maar ik vond het er een beetje gevaarlijk uitzien. Want die pion op F5, die staat daar natuurlijk. En voor je het weet, dan maak ik één, doe ik één minder goede set. En dan gaat hij opeens promoveren. Dus daarom deed ik het, zeker voor het onzekere. Ik deed hier toren H4. De enige set die kon was loper H3. En hier wikkelde ik af naar deze stelling. Dit is allemaal geforceerd. Dit was dan de stelling. Hier dacht ik toren H2 en ik sta gewonnen. Nou, dat was ook zo, maar hij had nog paard G5. Als hij iets als paard F4 deed, dan had ik hier loper. Ik was loper A6 schaak van plan en dan op dingen als koning G1 had je dan paard F3 mat. Dit zat er de hele tijd in. Vandaar ook dat hij paard G5 deed om paard F3 eruit te halen. Hier deed ik D3. Nou, je moet slaan, anders kom ik met D2. Paard maal D3. Hier zie je natuurlijk dat toren H1 schaak erin zit en dat het een probleem wordt. Hier deed hij de enige set die nog enigszins speelbaar is, loper E3. Wat hier nog misschien een beetje gevaarlijk was, was toren H1 schaak. Je zou denken, hij doet loper H1, ik doe C2 en het is klaar. Maar ik had hier nog koning E2, vond ik nog enigszins gevaarlijk eruit zien. Want als ik dan sla, dan slaat hij hier en dit vind ik nog. Nou, dit is natuurlijk wel gewonnen, alleen ik vond het een beetje iets te moeilijk, want ik vond die vrijpion nog wel een beetje gevaarlijk. Vandaar deed ik hier C2.
Nu kan hij dus niet... als hij nu... Loper G1 doet... Heb ik ook nog dingen als toren D2... Draag ik ook loper G2 mat. En nu op loper E3 heb ik toren D1. Dus... Met deze set zorg ik ervoor dat ik dus in plaats van... Alleen een kwaliteit dat ik een volle toren win. Hier deed hij F6. Nou, het ziet er een beetje gevaarlijk uit. Want als ik dus uiteindelijk nu toren H1 doe... Dat is misschien... Nou, ik vind het iets te gevaarlijk. Vandaar deed ik ook... In één keer gewoon koning D7. Als hij F7 doet, doe ik gewoon koning E7. En ik vind het wel goed. Want de volgende zet... Oké, paard E6 was dan nog de enige variant. Dan dreigt hij dus F8 dame. Dan moet ik pakken. Paard D8, koning E7, paard man B7. En het probleem was is dat ik dus toren H1 schaak had. Koning E2. Toren mal A1. Koning mal D3. Dan C1 dame. Pak. En het paard is zelfs nog ingesloten. Natuurlijk is het ook al gewonnen als je toren 2 pionnen tegen paard pion hebt. Maar de paard is ook nog ingesloten. Is nog wel grappig. Maar Arthur gaf in deze stelling. Toen ik koning D7 deed, gaf hij op. Hij had ook nog... Dit was de 40ste set voor hem. En hij had nog 4 minuten toen hij begon met nadenken. En toen uiteindelijk geloofde hij het wel. En dat was dus de partij. Al met al was het wel een interessante partij. En... Na B6 wist Arthur het eigenlijk al niet heel erg goed meer. En ik vond het wel een leuke partij. Dat was het wel.